teken de petitie voor het behoud van deze brug. Voor een noodbrug op zijn minst. Heel belangrijk. Ja, over een jaar fietsen jullie niet meer, mevrouw. Met handtekeningen formulieren in de aanslag voerden omwonenden van de brandweerbrug vanochtend actie. De brug wordt volgend jaar voor zo'n 10 maanden afgesloten, terwijl er geen noodbrug wordt aangelegd. Telefoonnummer, e-mailadres is niet zo heel belangrijk, wel uw handtekening graag. Ja. Mevrouw, waarom tekent u de petitie? Nou, omdat ik vind dat er gewoon goede voorzieningen moeten blijven. Ook al vinden de herstelwerkzaamheden plaats, dan moeten mensen ook op een behoorlijke manier van A naar B kunnen komen. Omdat ik het lekker vind om zo naar mijn koffietentje te komen en zo daar boodschappen te kunnen doen. Omdat ik hier altijd overheen fiets. En ik wil heel graag eroverheen blijven fietsen. Je kan toch ook een stukje omfietsen? Ja, dat kan altijd. Maar als je gewoon ergens vroeg naar je werk en toe moet, dan is het gewoon lekker om een goede brug te hebben. Als deze brug op slot gaat, is de in- en de uitgang van de pijp afgesloten. De Ceintuurbaanbrug is ook al dicht. Hoe moet je omrijden? Via de drukke stadhouderskade. Ouders met kinderen die naar de scholen in de concertgebouwbuurt gaan. Nou, dat is allemaal levensgevaarlijk. Uit tellingen van de buurtbewoners blijkt dat er gemiddeld 9000 fietsers en voetgangers per dag gebruik maken van de brug. Toch wil de gemeente eerst zelf kijken of een noodbrug wel echt noodzakelijk is. Vooral omdat zo'n brug rond de €200.000 gaat kosten. We gaan wel kijken wat redelijk is met belastinggeld. En ook wat in de logistiek past, zodat mensen niet dan straks bijvoorbeeld allemaal vrachtauto's voor hun deur krijgen, omdat we niet over het water kunnen werken. Dat willen mensen ook niet. Gaat een petitie niet wat ver? Nee. Waarom? Nee, natuurlijk niet. We moeten alles doen. Alles bewerkstelligen om die noodbrug hier in de gracht te krijgen. De werkzaamheden staan gepland voor november 2015. Het stadsdeel belooft om voor die tijd met de bewoners in gesprek te gaan.